Het project Studenteninzet in de wijk bestaat deze maand precies 5 jaar. En dat werd woensdagmiddag gevierd in de buurt- en speeltuinvereniging Paddepoel aan de Watermansstraat. Studenten helpen de beroepskrachten en de vrijwilligers in een aantal wijken in het noorden van de stad met het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren. Het project bevordert de samenhang in de wijk. De studenten organiseren activiteiten bijvoorbeeld bij het kinderwerk zoals we hier nu zien en bij de spelcontainer, maar ook juist met buurtbewoners. We hebben net kort geleden samen met Werkpro hebben zij een spooktocht georganiseerd. En hebben ze ook buurtbewoners uit de wijk gevraagd om betrokken te zijn. Dus langs de deuren en bewoners hebben meegeholpen. Sommige jongeren als spook. Dus je merkt gewoon dat de buurt echt tot leven komt. Ook dankzij hun. Jij komt hier vaker? Ja, soms. En wat doe je hier zoal? Heel veel knutselen. En dan gaan we soms ook nog een spelletje spelen. En vind je het leuk hier? Ja. Ja, knutselen, spelen. En zijn groepen, 3 tot 6. 6 tot 9. De 16 hbo-studenten die zich hiervoor inzetten, krijgen als dank gratis woonruimte. Bovendien doen ze werkervaring op. Ik ben niet alleen met kinderen bezig, maar ook gewoon organisatorisch veel aan het werk. Dat je dingen moet regelen, zoals vandaag hebben we een hele dag georganiseerd. Daar leer je gewoon heel veel van en daar groei je ook gewoon van als persoon. Maar ook door met kinderen te werken, dat ik misschien ook wel met kinderen later in de fysiotherapie wilde werken. En dat voegt dan ook heel erg toe. Nou, het sluit wel aan op mijn opleiding wat ik nu doe. Ik doe maatschappelijk werk en dienstverlening, dus dat is sowieso met mensen omgaan en werken. Nou, en dit sluit wel redelijk aan, dacht ik zo. De studenten zijn actief in De Hoogte, de Korreweg, Zelwert, Paddepoel en Tuinwijk.